Mag je ook scheren als je 10 dagen in quarantaine moet? Ja, ik heb dat in ieder geval niet gedaan, maar wat ik wel heb gedaan is misschien een klein beetje controversieel voor de huidige tijdsgeest waar we nu in leven. Ik ben namelijk naar het buitenland gegaan om een festival te fotograferen. Ja, en zoals je ziet ben ik inmiddels terug. Ik heb een sneltest laten doen en ik heb contact gehad met de organisatie en die hebben aangegeven dat er geen gevallen van corona zijn geconstateerd of gemeld. Ja, waarom ik dit risico heb genomen? Reden nummer 1, het was gewoon een onwijs leuke opdracht. En reden nummer 2, als eventfotograaf is er ook gewoon redelijk weinig werk in Nederland, dus beschouwde ik dit wel als noodzakelijk reizen. Daarnaast hoop ik dat we in Nederland er ook wat van kunnen leren. Ik zie steeds vaker op mijn LinkedIn-feed verschillende slimme, hardwerkende eventprofessionals die op zoek moeten gaan naar een nieuwe uitdaging en dat doet me verdriet. Ja, sneltesten, temperatuur meten. Ik heb er zelf niet voor gestudeerd, maar ik weet wel dat deze slimme eventprofessionals staan te popelen om dit ook in Nederland in praktijk te kunnen brengen. En ik hoop dat deze video een klein beetje inspiratie helpt opdoen om ervoor te zorgen dat we ook zoiets snel in Nederland met een festival of iets dergelijks kunnen gaan organiseren. Even een kleine disclaimer in deze disclaimer. Ik heb voor het eerst een nieuwe microfoon gebruikt en het draadje toen tijdens het event niet goed geconnect. Daardoor kan het klinken alsof ik dronken ben, maar ik wil jullie wel garanderen. Dat was ik ook. Nee, geintje. Ik heb wel gezellig meegedaan, maar neem de audio in het begin en voor de rest van de video een klein beetje voor lief. Dus dan weet je daar ook van. Ja, laat me vooral even weten wat je ervan vindt. Ik ga graag het gesprek met je aan. Vind je het stom? Vind je het irritant? Vind je het vervelend? Vind je het leuk? Laat me weten. Ik sta open voor het gesprek. Dus veel kijkplezier. Dag lieve mensen. Ik ga iets doen wat ik verwacht had nooit te kunnen gaan doen in 2020. Namelijk een festival fotograferen. Een dancefestival. In deze video neem ik je in ieder geval graag mee om je te laten zien hoe zo'n festival tijdens een pandemie zoals corona 2020 eraan toe gaat. Dus ik neem jullie graag mee op pad. In vergelijking met vorig jaar gaat er heel relaxed aan toe. Ik denk dat ze de binnenstroom in meerdere fases hebben verdeeld zodat het niet te snel te druk wordt. Wanneer je binnenkomt wordt je pols even gescand om te kijken wat je temperatuur is. Wat ook grappig is om te zien is dat alle koffers en tassen met een soort stoomapparaatje helemaal gereinigd worden. In de categorie hygiëne krijgen de festivalbezoekers ook een pakketje mee met hygiënische producten zoals deze. Dat deelt deze Daryl lookalike uit. Ik ben inmiddels weer terug op de hotelkamer en het leuke aan Magic Break vind ik altijd dat er ook verschillende soorten huisfeestjes natuurlijk plaats kunnen vinden op verschillende hotelkamers. En als je nu al om me heen kijkt hier, dan zie je al verschillende leuke mensen gezellig aan het doen zijn op verschillende plekjes. Je hoort de buren al lekker muziek pompen. Ja, ik werd net even meegenomen door mijn vriend Engin. Ze noemen hem ook wel The Engine, omdat hij de backstage productie leidt en eigenlijk de motor is van de hele backstage productie. Hij heeft een beetje een reputatie opgebouwd om mensen dronken te voeren. En ik merkte het net ook al, het festival was eigenlijk pas net begonnen en hij wilde gelijk al een shotje met me doen. Dus dan is het voor mij eigenlijk wel verstandig om stiekem dit te doen. Niet tegen hem zeggen hoor. We zijn op Magic Break in totaal 3 stages en ik kom net van de house stage vandaan, maar ze hadden het net zo goed de grapper house stage kunnen noemen, want niemand houdt zich echt aan de regels daar. Maar ja, ik vind het prima, want daardoor kun je alleen maar meer emoties fotograferen, want met een masker op is het eigenlijk bijna niet te doen om iemand echt een glimlach te laten zien. Is het een goede morgen? Jawel, ja. Ondanks dat ik gisteren toch wel in het trucje van Jenge weer ben getrapt. Ik heb misschien een jeringetje te veel op. Je zou denken dat je na 5 jaar eigenlijk niet meer in die trucjes trapt. Maar ja, het is hem toch gelukt. Hij is heel goed in zijn werk. Ik hoop dat je ook vindt dat ik goed ben in mijn werk. Dit zijn wat van de foto's die ik heb geschoten. En vandaag wordt een leuke dag. We gaan lekker door. Dag 2. We gaan er iets moois van maken. Ik neem je mee. Wordt lekker gechilled in de chill area en die man die ik net een box gaf, dat is wel echt een mooi vent. Dat is echt een soort free spirit en het is wel leuk om te zien hoe dat soort mensen extra sfeer en kleur aan een festival geven. Oké,
tijd om de nacht in te duiken. Maar als je geen fotograaf bent, spoel even door. Want ik ga nu even laten zien wat voor uitrusting ik normaal gesproken bij me heb in de nacht. En we beginnen met mijn lenzenarsenaal. 4 totaal. De Sigma 35mm 1.4. De Canon 15mm 2.8. Wordt niet meer gemaakt. Dat is nog een toplens. De Canon 85mm 1.4. En natuurlijk de 70-200. En waarom ik voor deze lenzen kies, is omdat het altijd fijn is om 's nachts in ieder geval met primes te kunnen werken. Zodat je diafragma wat lager kan. En de 70-200, dat is gewoon, ja, die blijft gewoon een favoriet. De DJ is vaak alsnog goed genoeg belicht om die te kunnen gebruiken op 2.8. Dus dat is een beetje mijn keuze de nacht in. En ja, we gaan er gewoon voor. Laten we gaan. Ja, het resort waar het festival wordt gehouden heet Lykia World. En het is een golfresort. En dat betekent eigenlijk stiekem ook dat het een heel groot resort is. Want voor golf heb je redelijk wat ruimte nodig. En zorgt dat er ook altijd weer voor dat ik er wel een keertje of twee de weg kwijt raak. Want het is gewoon, ja, te groot om te snappen hoe het allemaal in elkaar steekt. Van Magic Break, zoals je misschien wel een beetje aan mijn gezicht kan aflezen. Gisteren was het erg gezellig. We zijn nog op een of andere gekke villa afterparty beland. En dan ben ik altijd wel blij dat ik de foto's in ieder geval nog heb, want dan kan je een beetje terugkijken naar mooie herinneringen die je hebt gemaakt. Ja, laatste ronde, laatste kansen. Ik heb net stiekem tussendoor wel een klein dutje gedaan, want we gaan door tot de zon opkomt. Dat is traditiegetrouw de rising set eigenlijk van Dennis Kaboe. En ze zijn zelfs al begonnen met het afbouwen van de Red Bull podium. En ik ga nu door naar de hoofdpodium om daar nog even wat foto's van te schieten. En ja, het is nog steeds een beetje gek huis hier, dus we gaan gewoon lekker door. Ja, de politie heeft het feest net een kwartiertje eerder stilgelegd. Dat betekent dat de festivalgangers nu op zoek zijn naar de afterparties en de uitstroming. De zombie walk is begonnen naar de hotelkamers, waar ze waarschijnlijk nog tot diep in de nacht doorgaan. Ik zelf denk ik niet, want ik ben redelijk moe. Op zich wel jammer dat het nu al is afgelopen, want de set van Dennis Kaboe is altijd toch wel een klein hoogtepuntje. Ik heb mijn dutje er zelf speciaal op ingericht, maar ja. We mogen sowieso alleen al super dankbaar zijn dat het überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. Dus ik kijk met veel liefde en veel passie terug op wat ik hier de afgelopen 3 dagen heb mogen doen. Ja, Magic Break zit er helaas weer op. Maar het mooie aan 5 jaar Magic Break fotograferen is dat je ook oprecht echte vrienden maakt. Zoals deze gast. Dit is Gokan. We zijn nu op weg naar Bootroom, zijn vakantiehuis. Daar gaan we nog even een paar dagen chillen. Bedankt voor het kijken en laat me vooral even weten wat je ervan vond. Vond je het onverantwoordelijk dat ik dit heb gedaan? Laat het even weten in de comments, dan kunnen we erover praten. Vond je het superleuk? Laat me ook even weten. En ja, hopelijk tot snel weer. Dag!